Ik denk wat ik nou echt van vind. Ja, natuurlijk zitten er soms meerdere creatievelingen in een groep. En die zouden dan samen kunnen werken. Maar daar komt ook kunst uit. Maar dat is wel een pijnlijk proces. Want weet je wel, botsende ego's en zo. En ik vind het heel knap als je daar de kracht voor hebt. Maar ik heb dat niet. Dus ik wil gewoon mijn idee tot het eind doorduwen. En misschien is dat juist wel een zwakte. Misschien dat er uit compromissen ook iets goeds kan komen. Ik speel zelf alle instrumenten. Ik speel zelf drum en gitaar. Ik zing en ik speel ook een beetje keyboard. Maar ik kan zelf niet zo goed mixen, dus dat doe ik dan met Jacco. Ja, die staat hard. En soms haal ik Maarten erbij voor de basgitaar. Dat heet Salva. The parliament will grow. Ik kwam Lex tegen een avondje stappen en hij had het over dat hij een cd'tje aan het bouwen was. En hij vroeg of ik wou bassen. Ik kom dus bij Lex binnenlopen gewoon. En zonder dat ik ook maar iets heb gehoord, word ik gevraagd om daar wat te spelen. Tegen de tijd dat ik hem bel heb ik eigenlijk het liedje al helemaal af. Heb ik alles al ingespeeld en heb ik al een eerste mix gemaakt. En er staat echt alles erop behalve de basgitaar. Dan moet het gebeuren. En dat doe ik expres, want ik wil het spontaan houden. Want hij is zo goed. Dat er veel te veel opties komen en ik wil zijn eerste reactie op het nummer wil ik hebben. Het voordeel ervan is dat je gewoon een oprecht, creatief, eigen ding in het moment te pakken krijgt. Wat het nadeel ervan is dat je, als die sessie klaar is, dat je dan... ik had nog iets beters kunnen doen of net dat ene nootje verkeerd. Maar de voordelen zijn beter dan de nadelen, zeg maar. Ik heb Lex leren kennen als drummer, van toen een experimenteel bandje was het. Ik heb samen met hem de eerste Salva CD gemixt, Neon Snow, en de nieuwe natuurlijk. En daarna speel ik hier af en toe een gitaartje. Ja, als je met Lex samenwerkt, moet je er gewoon van uitgaan dat als je met stap 1 bezig bent, dat hij ondertussen met stap 8 bezig is. Ik vind het zelf wel heel prettig werken, omdat het gewoon heel veel energie erin gooit. Maar ik zou wel een paar koppen koffie erin gooien. Ik sla wel eens door in de meer experimentele dingen. Als we een nieuw effectje hebben, dan wil ik hem helemaal opendraaien. En hij wijst me dan op het nummer wat we aan het maken zijn, dat het wel echt een lied blijft. Dat is wel een goede samenwerking. Voor mij het allerbelangrijkste in muziek is creativiteit.
Want muziek valt verder niet te beoordelen. Het is niet goed of slecht. Kijk, hier bij voetbal zijn er twee netjes neergezet en er moet een bal in en dan heb je een punt. Klaar. Maar bij muziek kun je het totaal niet zeggen. Wat iemand heel leuk vindt, is voor iemand anders weer helemaal niks. Ik geloof niet in een democratie van creatievelingen. Volgens mij bestaat dat helemaal niet. Volgens mij is namelijk heel belangrijk dat je zoveel mogelijk dingen zelf in de hand houdt. Weet je wel? Dat je je eigen idee tot het uiterste door kan werken. Ja, een gemengd ding, dat kan ook heel vet zijn. Een bandje waar iedereen in schrijft. Maar het is toch vaak chaotischer en minder één lijn te zoeken, minder duidelijk. En nu heb je echt zoiets van, oké, dit beeld klopt. Je hebt muzikanten en creatievelingen. En de creatieveling die heeft creatieve controle. En dan gebruik je muzikant om dat naar een live setting te vertalen. Nee, ik ben natuurlijk niet de enige creatieveling op de wereld. Maar het zou wel heel toevallig zijn als mijn ideeën zo erg resoneren met die van een andere creatieveling. Dat je het hele proces lang samen kan werken. En er zijn natuurlijk wel bands die dat doen. En dat is een heel zwaar proces. En soms komt daar iets heel moois uit en soms niet. En volgens mij kan je veel productiever en veel efficiënter te werk gaan als je dat niet eens probeert. Ja, ik heb eerst twee cd's gemaakt. En toen wilde ik echt een soort soundtrack maken. Toen wilde ik echt een soort sferische landschappen maken, zeg maar. En nu heb ik echt geprobeerd om liedjes te schrijven. En dan wordt me soms verteld dat het af en toe nog wel abstract wordt. Maar in mijn beleving heb ik nu een popalbum gemaakt. Dus dat is wel een groot verschil. Salva is een hele fijne combinatie van experimentele muziek en popmuziek. Verder is Salva dus nog kut. Ik vind jou een hele slechte interviewer. Het gaat over een heel serieus onderwerp. Wil je niet lachen, alsjeblieft? Er zit daar helemaal niemand.